Aan tafel nu Rob Jetten uit Uden, nummer 2 van D66 bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Rob, als je dit ziet, blije jeugd. Ja, heerlijk. Sport is een belangrijke uitlaatklep, net zoals festivals. Ik ben blij dat veel mensen nu dit weer kunnen doen. En ik hoop binnenkort ook mensen boven de 27, want ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik snak zelf ook wel weer naar wat teamsport. Je hebt deze week, je staat steeds meer aan die deur van die lockdown te kloppen, heb ik de indruk. Je hebt premier Rutte zelfs lockdown-verslaafd genoemd. Wat zijn de symptomen van die verslaving? Dat is vooral heel erg denken in zwart-wit, waarbij alles open of alles dicht zit. We zijn nu een jaar met dit virus aan het leven. Hier in Brabant hebben we denk ik allemaal wel de impact van het virus gemerkt. Hè? Dus dat je dat virus wil afremmen, dat snappen we allemaal. Maar we weten er inmiddels ook veel meer van. Hè? Buiten minder besmettelijk of met goed testen en mensen vaccineren kun je het virus ook stoppen. En D66 pleit er dus heel erg voor om met een testbewijs of een vaccinbewijs evenementen zoals Indoor Brabant of een mooi concert weer mogelijk te maken. Daar is veel weerstand tegen. Ja en nee. We zagen in het RTL lijsttrekkersdebat dat Sigrid Kaag eigenlijk als enige dit pleidooi hield en de andere lijsttrekkers tegenstemden. Maar inmiddels blijkt ook wel uit peilingen, Nederlanders zijn de lockdown ook wel zat. Hè? Die uitzichtloosheid dat dit nog maanden zou kunnen duren totdat de laatste mens gevaccineerd is. Ja, daar gaan we niet volhouden, zeker niet in het voorjaar. Dus maar dat moet voor jou een moeilijke positie zijn, want je zit als D66 in de coalitie. Morgen komt weer een persconferentie waarin De Jonge en Rutte gaan zeggen, we gaan niet versoepelen. We houden de avondklok in stand tot 30 maart. Ja. Kun je daar niks aan doen dan? Dat doen we in ieder geval binnen de coalitie. Pleiten we dus heel erg om niet alleen maar van week tot week te kijken. Kun je, aan welk knopje kun je draaien? Hè? Kun je nou de winkels in plaats van 2 bezoekers 4 bezoekers geven? Daar zou een winkelier misschien blij mee. Maar het is niet dat lange termijn perspectief waar we echt behoefte aan hebben. Maar jullie stem wordt kennelijk niet gehoord dan? Nou, langzaamaan schuift het gelukkig de goede kant op. Maar we moeten daarin als D66 wel inderdaad flink aan de deur rammelen. Omdat, en dat begrijp ik ook, hè, vanuit de verantwoordelijkheid van Rutte de Jonge, die toch een jaar lang echt met dat OMT, met dat virus bezig zijn, dat die angstig zijn om het op een andere manier aan te gaan pakken. Maar waren jullie eerst ook lockdown verslaafd en wordt dat nu minder omdat er nu verkiezingen zijn dan? Nee, ik heb denk ik vanaf de zomer al heel erg ook gepleit om naast het OMT ook de maatschappelijke impact van die maatregelen mee te wegen. Ik heb lang gesproken ook over de impact op jongeren en op kinderen met scholen dicht, geen stages, geen bijbaantjes meer. Nou, dat is uiteindelijk gelukkig gelukt om dan die scholen als eerste weer te openen. Maar het is wel elke week flinke discussie en het zijn ook moeilijke dilemma's zo'n virusbestrijding. Ja. Ja, je scoorde ook een beetje met die Elfstedentocht, hè, die uiteindelijk toch niet kwam, omdat de organisatie dat zelf niet wilde. Nee, maar dat was. Ja. Verkiezingen heeft natuurlijk invloed. Ook op jouw pleidooi voor zo'n Elfstedentocht, voor het verminderen van de lockdown. Maar in de peilingen is het niet echt terug te zien. Hè? Jullie staan nog steeds op flink verlies. Ja, we staan op klein verlies ten opzichte van de vorige verkiezingen. We hebben nu 19 zetels. Of verlies je een kwart bijna. Ik denk wel dat van tevoren niemand had gedacht dat in een kabinet met VVD, CDA, ChristenUnie en D66 we zo'n goede uitgangspositie zouden hebben. Sigrid Kaag heeft dat lijsttrekkersdebat bij RTL gewonnen, is lekker in vorm. We hebben heel veel nieuwe leden, geweldige campagnekast. Dus we gaan de komende anderhalve week flink aan de slag om een mooie uitslag neer te zetten. Nou wonen er in Brabant 2,5 miljoen mensen. En zou het dan niet helpen als je wat meer Brabanders op je lijst zou zetten? Want de NOS heeft pas uitgerekend, in Brabant woont 15% van de Nederlanders. En er staan maar 7%... Op al die partijen op de lijsten. Op al die partijen op de lijsten. Ja, ik ben eerlijk gezegd daar zelf ook een beetje verbaasd over. Want er zitten ook in Brabant hele goede. Maar op jullie lijst staan ze ook bijna niet, hè? Nee, ja, wij hadden Jessica van IJs uit Eindhoven. Die stopt na deze periode. Ik sta zelf op nummer 2. We hebben Faisal Boulakjar uit Breda. Zeer getalenteerd gemeenteraadslid daar. Die staat op 15, geloof ik, hè? Komt echt die kamer ingestorpen nu, klopt. Ja. Maar inderdaad, over alle partijen heen zie je dat Brabant het dit keer minder goed doet dan de vorige keer. Maar het is wel kwaliteit natuurlijk. Het is wel kwaliteit, maar het zou best wel wat meer kunnen. Zeker bij jullie, want jullie zijn toch een beetje een randstadpartij. En dan zeg je aan de andere kant, we willen de grootste worden in Brabant. Ja. Maar je hebt geen mensen op de lijst. Nou, wij hebben denk ik over het hele land heen mooie kandidaten op de lijst staan. Ik woon zelf tegen de Duitse grens aan. We hebben kandidaten uit Groningen, uit Limburg. Maar het belangrijkste is denk ik, welk verhaal heb je voor Brabant? En D66 zet in op die kenniseconomie, die natuurlijk in Brabant heel erg sterk is. Investeren in
onderwijs en innovatie. Hm. Ook echt op een slimme manier met die klimaattransitie aan de slag. Ik was laatst nog op werkbezoek bij VDL en bij DAF. Die samen met alle onderwijsinstellingen hier echt geweldige plannen hebben om van Brabant eigenlijk het centrum te maken van de batterijindustrie in Europa. Nou, daar heeft deze. Dus jullie zien Brabant wel. Dat wel. Absoluut. Dat wel. Absoluut. We hadden net, je zei net, Kaag doet het goed. Ja. Is het soms ook een beetje zuur nog voor je dat je niet, dat jij het niet bent? Nee. Je bent natuurlijk een tijd lang de nummer 1 geweest als fractievoorzitter. Klopt. En vorige keer, ongeveer 1,5 jaar geleden, was je hier aan deze tafel. Toen hadden we het er ook over. Even terugkijken. Ja. De grote vraag is, wat gaat Rob Jetten doen? Wordt hij de nieuwe partijleider straks bij de verkiezingen? Ja, nou, daar heb ik nog geen definitief besluit over genomen bij D66. Maar we zitten er wel dichtbij? Ja, de leden van D66 kiezen uiteindelijk de nieuwe lijsttrekker en partijleider. Maar jij moet toch op een gegeven moment zeggen, wil ik het of niet? Ja, dat zal ik moeten zeggen. En ik denk dat ik... Volgens mij zit je dichtbij een jaar nu. Nou, ik vind het in ieder geval ontzettend leuk. Ja. En ik wil sowieso doorgaan. Waarom zou je stoppen? Termijn. En we moeten kijken in welke rol dat wordt. Misschien is dat inderdaad als lijsttrekker. Misschien. Ja. Nou, behalve dat mij opvalt dat ik je weinig uit laat praten erop, had ik toch een beetje het gevoel toen, hij gaat het doen. Dat je op die lijn zat eigenlijk, van ik ga me kandidaat stellen. Dit was, volgens mij was dit ook precies in de periode, en daarom vond ik de vraag die je mij stelde ook best moeilijk. Precies in die periode was ik met Sigrid en met Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren in gesprek over wat wil iedereen gaan doen. Dus jij had het heel goed getimed, die vraag aan mij. Ik vind het onwijs leuk. Ik ben nu 4 jaar Kamerlid. Ik ben een van de jongste Kamerleden ook. Dus ik heb ook het gevoel dat ik mijn podium kan gebruiken voor de jongere generatie als het gaat om onderwijs, klimaat, discriminatie. Dus was je te jong om het op te nemen tegen Kaag? Moet ik het zo vertellen? Nee, dus ik wist eigenlijk toen we de vorige keer bij jullie aan tafel zaten, wist ik wel, ik wil sowieso Kamerlid weer zijn en doorgaan met mijn werk. Maar ik zag ook wel, na 10 jaar Rutte komt er ook nu een momentum. Hoe willen we de komende jaren met Nederland vooruit? En Sigrid Kaag is iemand die heeft veel ervaring bij de Verenigde Naties en nu als minister. Ik vind dat zij heel inspirerend ook is als het gaat om wat voor een samenleving willen we zijn. Dus ik dacht, nou, laat mij dan maar de nummer 2 zijn, een beetje de wat fellere strijder af en toe voor die D66-idealen en Sigrid als verbindend leider ook om een alternatief voor Mark Rutte te bieden. Maar dat is de rol die je echt genomen hebt, de rol van af en toe buiten de lijntjes en af en toe is het wat radicaals zeggen. Ja, en ik denk dat dat ook past bij een Kamerlid en fractievoorzitter. Hè. Ik vind dat we in Nederland sowieso veel te veel aan die coalitieakkoorden vastzitten. Mm-hmm. En er weinig debat nog is. Dus ik probeer daar af en toe ook de scherpte op te zoeken. Omdat, Het begon met een imago van een keurige jongen waar je geen builaanval, toch? Nee, dat klopt. En ik ben nog steeds volgens mij relatief netjes en beschaafd. Maar het mag op de inhoud wel af en toe schuren, denk ik. Maar nu ben ik er nog meer van overtuigd dan een jaar geleden. We hebben nu die coronacrisis. We zijn nu hopelijk aan het einde. Licht aan het eind van de tunnel komt in zicht. Hoe wil je verder met Nederland? Hoe kun je op een andere manier met dat virus omgaan? Maar laten we ook niet vergeten dat we een kansencrisis en een klimaatcrisis hebben die we ook moeten bestrijden. En dat vraagt denk ik om nieuw leiderschap. En ik ben echt van overtuigd dat Sigrid Kaag een geweldig alternatief is voor Mark Rutte wat dat betreft. Ja. Toen je begon, zat je vrij strak in je vel. Ja. Hè? Dat is eigenlijk nog relatief kort geleden. Je kwam uit de gemeenteraad van Nijmegen. Toen zat je in de Kamer, koud een jaar in de Kamer, en Pechtold vertrok en zei, dit is mijn opvolger. Ja. Zat je daar? Ja. Hoe kijk je daar nu op terug, op die periode? Nou, ik heb wel eens tegen Alexander gezegd van, wat heb je me aangedaan eigenlijk, dat je iemand van 30 na een jaar in de Kamer die voorzittershamer overdraagt. Ja, als ik nu beelden van mezelf terugzie van die eerste paar maanden, robotje, schiet ik ook in de lach. Ja, precies. Ja, ja. Wat heb je geleerd, Rob, in die paar jaar die we nu verder zijn? Nou, ik ben... ik kom uit een Brabantse ondernemersfamilie waar iedereen veel sport, veel in het verenigingsleven doet. Dus goed je best doen. En dan ben ik zelf ook nog een tikje perfectionistisch. Dat is er bij mij echt met de paplepel ingegoten. En als ik nu mezelf terugzie, dan zie ik iemand die geen fouten durfde te maken. En ik denk dat daardoor ook de mens Rob Jetten en de politicus Rob Jetten waren in die eerste periode echt twee verschillende Robs eigenlijk. En ja, ik denk ook door het gewoon langer... En zijn ze nu naar elkaar toegegroeid? Ja, absoluut. Ja. En dat komt denk ik gewoon door de tijd die er dan ook overheen moet gaan. Dat zei je in een interview ook, van ik durf me kwetsbaarder op te stellen. In principe is dat knap als je ziet hoeveel
haat en opmerkingen over je heen krijgt. Hè? Ja. Dagelijks is dat bij jullie. Ja, ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is bij Sigrid Kaag is het seksisme vanwege het vrouw zijn. Bij mij maakt het niet uit over welk onderwerp het gaat. Er komt altijd iets homofobes om de hoek kijken. Ga je eronder gebukt? Ik maak me soms zorgen over mijn moeder, die vast nu ook meekijkt wat die ervan vindt. Of mijn partner, mijn vriend, die het ook onprettig vindt als er mensen aan de deur staan natuurlijk. Hè. Er komen niet alleen bij mij mensen aan de deur protesteren, maar ook bij anderen. Dus tijdens de pensioen. Daar hebben we het hele gezin. Ja, ging mijn vader met pensioen na 40 jaar in het onderwijs op deze dag. Oh, ja. En mijn zusje is vorige maand moeder geworden. Dus ik ga zo meteen even op de kraamvisite. Dankjewel. Maar die... Je hebt bijna net zoveel familie als Jesse Klaar. Ja, ja, en dan bestaat die echt bij mij. Dat is, nee, maar het kruipt natuurlijk af en toe wel onder je huid. En aan het begin van deze uitzending liet je die beelden zien met die teksten. En ik herinner me nog goed toen ik het filmpje insprak. Dan, ja, ik was gewoon aan het oplezen wat je elke dag voorbij ziet komen. Maar toen ik het 's avonds dan dat filmpje terugzag op het journaal met alle reacties uit Nederland. Toen werd ik eigenlijk pas emotioneel. Omdat ik dacht, wat doe ik mezelf eigenlijk aan dat je dit elke dag te verduren krijgt. Maar tegelijkertijd voel ik ook, dat krijg ik ook vaak berichten van jonge en oude mensen die nog zelf worstelen met hun geaardheid. Die zeggen, het is zo fijn dat er iemand in de Tweede Kamer zit die daarover durft te spreken. Ga er alsjeblieft mee door. En dat is dan mijn motivatie om strijdbaar te blijven. Ja, dus je maakt jezelf kwetsbaarder en daarmee ook onkwetsbaarder. Mag ik het zo samenvatten? Dat is een mooie samenvatting. Goed.